ben onderweg naar Winterberg. Vanaf onze tweede woonplaats in Duitsland, in het Zorgbetaal, is dat ongeveer 10 minuten rijden. En wat doe ik in Winterberg? Nou, die groep koppers, die twee teams, die in het hotel in de Hessenhof zijn en waar ik gisteren een seminar mocht geven, daar gaan we vanochtend een wandeling maken van ongeveer 3,5 kilometer. In Winterberg naar de Springschans gaan we lopen. En van onderweg ga ik natuurlijk vloggen. Dat snap je wel. Nou, het is een hele leuke sfeer. Vannacht hadden we trouwens voor het eerst vorst. Ja, net onder de nul. Stelde nog niet zo echt heel veel voor. Maar het is vanochtend wat mistig, zoals je ziet. Hele leuke sfeer. En als de mist optrekt, dan zou het kunnen dat het mooi weer wordt. Maar dat zien we straks wel. We gaan om 9:30 gaan we bij de Hessenhof gaan we vertrekken. En dan lekker de berg in. Ik heb mijn Pepmobiel boven geparkeerd. Dat is ongeveer op de hoogte van het hotel De Brabanten. En nu ga ik naar beneden, naar de Hessenhof. Zo, wij naderen de Springschans van Winterberg. En zoals je ziet wordt hier al gevlogd. Met... Heel goed. Zo, wij gaan rodelen. Maar dit is een rodelbaan, die is pas net geopend. En dat blijkt open te zijn. De eerste zijn al gestapt. Nu jij. Ja. De hendel naar voren is snel. Ja. En naar achter is remmen. Dus als je hem loslaat, remt hij. Als je naar voren wil, dan als hard, dan moet ik even naar voren. Ja, weer naar voren. Dus je moet de hele zo doen eigenlijk. Nou, oké. Okay. Ja. Dag. Doei. Dag. Cheers. Cheers. Zijn van is die rollen? 700 meter, dus dag. Zo. Ja. Zo, nu ga ik. Hier word je omhoog getrokken. Zo, ik ben bijna boven. Ja, over de heuvel heen. Oh nee, daar gaat nog een stuk. Thank you.
Nou, en wat ik nou helemaal niet verwacht had, dat deze dames zo sportief zijn, heb ik er nu een wandeling uitgekozen van 3 kilometer. Zijn we nog wezen rodelen? Waren we klaar? Wat zeggen ze tegen mij? En nu? Waar gaan we nu heen? Dus, daar gaan we nog even het ravijn in. Maar dat gaan we niet afmaken, maar dat zijn 4 kilometer. En we moeten ook weer terug. En zij moeten weer terug naar Nederland. Dus we gaan een stukje maar het ravijn in. Maar ze zijn ontzettend sportief. Hier worden herfstfoto's gemaakt. De zon komt net door en dan zien die kleuren aan dit boom natuurlijk fantastisch uit. Zo, het was een fantastisch weekend. Ik heb er zelf echt van genoten. En wij zijn nog wezen wandelen. En nu zijn de dames nog even naar de supermarkt. Even kijken of ze nog wat voor onderweg willen kopen. Ze willen ook nog bij de bakker belegde broodjes meenemen voor onderweg. En ik ga nu langzamerhand weer naar huis. Ik ga ook eerst naar de bakker voor een broodje en een koffie. En dan ga ik naar het Zorpetaal. Dat is 10 minuten hier vandaan. En dat is onze tweede woonplaats. En nogmaals heel erg bedankt bij de dames. Ze waren enthousiast. En ze hebben, geloof ik, ook genoten van dit weekend. Nou, ik ben weer op de terugweg van Winterberg naar het Zorpetaal. Het zijn maar een paar kilometer. En de dames zijn weer vertrokken naar Nederland. En ik had begrepen dat ze vanavond nog een cursus hadden. Ja, dat vind ik heel knap dat je dat allemaal zo achter elkaar kunt doen. En nogmaals mijn dank aan de dames. Het was ook voor mij een heel erg leuk weekend. Ik heb er zelf ontzettend van genoten. Het was gewoon mooi. Het was leuk. Dankjewel. Dag.